Oké, dank u wel. Ook namens mij, goedemiddag en dank u voor uw aanwezigheid. Mijn naam is Koen Lemmes. Ik ben docent Europese mensenrechten aan de rechtsfaculteit. En wij hebben binnen de rechtsfaculteit misschien geen rijke traditie van heel veel funten, maar we hebben toch een aantal mooie projecten. En het project dat we hier in feite hebben en dat we willen voorstellen, is een project dat bijzonder is. Het is het Leuven Fund on Transitional Justice en is eigenlijk een samenwerking tussen aan de ene kant de mensen van de afdeling criminologie en met name professor Parmentier, die een mondiale expert in transitional justice is, en het publiekrechtelijk instituut van de rechtsfaculteit. En waarover gaat het eigenlijk? Wel, in feite gaat het over overgangsrecht. Als staten overgaan, net zoals op de slide gezegd wordt, van situaties van oorlog, burgeroorlog, of van dictatuur, en zij gaan over naar een reguliere situatie, een situatie van een democratie, een situatie zoals wij morgen allen kunnen gaan kiezen in een vrije democratie, dan is er een noodzaak in die overgangsperiode om te springen met dat verleden. En dat zijn hele moeilijke vragen. En de geschiedenis leert ons dat soms in het enthousiasme van die overgang die vragen niet aan bod komen, of dat men die probeert te ontwijken en zegt laten we de blik naar de toekomst richten en dan gaan we wel door en dan komt alles wel goed. En dat zal wel in een aantal gevallen, maar meestal dus niet. En wat je vaststelt is dat na het eerste enthousiasme van de nieuwe tijden die aanbreken, dat die oude wonden, dat die onderhuids blijven etteren. En dat dus het verleden de toekomst enorm kan bezwaren. Er zijn mensen die bijvoorbeeld voorhouden dat Spanje zo'n geval is, waarbij je kan zeggen dat na de val van Franco men heel enthousiast het Europese project omarmt, men voluit voor een nieuw model kiest, maar het is heel merkwaardig om te zien hoeveel van de problemen vandaag in Spanje vaak nog teruggaan naar een situatie waarin je zegt, hier heeft men het verleden, de wonden van het verleden niet volledig laten helen, hier heeft men die situatie niet uitgesproken. En dat is eigenlijk waar Stefan Parmentier zich op richt en stelt vast van in het verleden, vooral ook juristen, hebben zich gefocust op wat ze het beste kennen. En wat kennen ze het beste? Dat is strafrecht, sanctioneren, veroordelen. Dat kennen ze en daar denken ze dan dat de problemen mee opgelost worden. Nu, dat is heel beperkend, want strafrecht is niet noodzakelijk heel fijnmazig en laat heel wat situaties, al is het maar vanwege een gebrek aan bewijzen, vanwege opportuniteit, laat die ongemoeid, terwijl de slachtoffers of de mensen die te lijden gehad hebben onder die situaties in de kou blijven staan. En dus het idee is gegroeid dat in die overgangssituaties je veel fijnmaziger moet te werk gaan. En dat betekent dat uiteraard er ruimte moet zijn voor strafrechtelijke vervolging en zeker voor de ernstige situaties, maar er is veel meer nodig. En het kan best zijn dat slachtoffers vooral willen weten wat er gebeurd is en veel meer geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is dan noodzakelijk nog in een bestraffing. En dat is bij uitstek zo in situaties waar, laten we zeggen, die periode van dictatuur heel lang geduurd heeft. Dus waarheidsvinding is heel belangrijk. Denk in dat verband aan initiatieven zoals de waarheidscommissies die in Zuid-Afrika na de apartheid ontwikkeld zijn. Denk ook aan herstelmaatregelen. Voor de klassieke juristen, herstelmaatregelen, dat is het betalen van een schadevergoeding of een teruggave als dat al mogelijk is. Wat we leren van, en dan denk ik met name in Latijns-Amerika, waar men een heel mooie ervaring opgebouwd heeft, is dat slachtoffers veel creatiever kunnen zijn en soms uit zijn naar erkenning die zich manifesteert op gebieden waar we soms niet aan denken. Maar het kan zijn dat het geven van een naam
van een plein aan, voor een slachtoffer, of een herinneringsmonument, dat dat veel meer betekent voor de slachtoffers dan de veroordeling, de boete, of het nog voor een rechter brengen van iemand van 95 voor misdaden begaan 70 jaar ervoor. Dus die herstelmaatregelen en uiteindelijk ook die garanties voor niet-herhaling, daar zitten ook educatieve projecten in en zo verder. Dus transitional justice is een vrij nieuw domein en gaat veel verder dan het klassieke recht. Maar dat maakt de materie ook heel moeilijk, want u voelt aan, wat komt daarbij kijken? Ja, victimologie, criminologie, sociologie, daar zitten psychologische aspecten in en daar zitten aspecten in van cultuurwetenschappen, de geograaf. Dus het is een complexe aangelegenheid die nog in de kinderschoenen staat. En daarom dat Stefan in 2016 samen met de uitgeverij Intercentia het initiatief genomen heeft om dat Fonds voor Transitional Justice op te richten. De inzet is eigenlijk die discipline zich verder laten ontwikkelen met in feite als groot doel kennis te ontwikkelen, ervaringen bijeen te brengen die ervoor moeten kunnen zorgen dat in moeilijke situaties er een kader gecreëerd wordt waarin het toekomstig samenleven mogelijk gemaakt wordt en waarin zowel daders en hun nakomelingen als slachtoffers en hun nakomelingen een kader vinden waarin ze het verleden kunnen laten wat het was, niet het ontkennen, niet het negeren, niet doen alsof het niet bestaan heeft, maar het verleden geen schaduw laten werpen op de toekomst. En in dat opzicht is deze materie misschien een beetje weinig spectaculair, maar wel heel noodzakelijk. Het is een basis. Als dit lukt, dan ik ga mij misschien wat te positief uitdrukken. Als dit lukt, is er een grote kans dat de rest ook lukt. We weten het niet. Dat is uw domein, maar we moeten het hopen. Als dit niet lukt, zijn we bijna zeker dat ook alle andere inspanningen vruchteloos zullen zijn. Dus bij manier van spreken, eerst dit en dan al de rest van de samenlevingsopbouw. Dus wat wil Stefan, wat willen wij doen met dat fonds? Wel, wij beogen in feite twee grote zaken. Een academische en een meer toegepaste zaak. Dus de academische kant van het verhaal is klassiek het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis over transitional justice. En dat betekent concreet dat we lezingen willen organiseren, dat we experten willen naar Leuven laten komen, maar vooral ook dat we mensen van ter plaatse willen laten deel hebben aan die activiteiten. En u zal begrijpen, in dergelijke situaties, de nood is altijd heel groot en de middelen zijn zeer schaars. Als wij mensen uit Oeganda, als wij mensen uit Rwanda willen laten overkomen, zij hebben nood aan kennis, zij hebben nood aan ervaring die ze willen uitwisselen, of zij hebben verhalen die ons veel verder kunnen helpen, maar ze hebben niet de middelen om hun verblijf, hun reis te bekostigen. Dus proberen wij dat te doen. En dus dat is al een van de belangrijke bijdragen, denk ik, van het fonds. Dus we willen ook de Leuvense studenten en de Leuvense gemeenschap in contact brengen met verhalen van authentieke verhalen van mensen die een samenleving proberen herop te bouwen. Dat is bijzonder, bijzonder verrijkend. We willen ook, en dat is de meer praktische kant, we willen die kennis, dat is niet enkel een academische kennis, dat wordt niet enkel gebruikt voor papers, voor boeken, voor projecten waar misschien buiten de auteurs en hun trotse moeder niemand ze leest. We willen die kennis ook valoriseren door trainingen te geven. Trainingen te geven aan mensen die vervolgens op het terrein kunnen gaan toepassen. Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook getuigenissen van mensen die ons zeggen, dankzij het feit dat we een tijdje in Leuven geweest zijn, dankzij wat we daar geleerd hebben, kunnen we hier ter plaatse aan de slag gaan. En op die manier denk ik dat er ook een soort traumaverwerking verbonden is aan het Transitional Justice Fonds. Voorlopig is dat een heel bescheiden fonds, dus een lange lijst van
activiteiten kunnen we niet voorleggen, maar de lezingen die we gehad hebben, de conferenties die we gedaan hebben en de trainingen die er gebeurd zijn, zijn zeker van aard om daarin positief te zijn. Dus als u uw steun geeft aan het fonds, wat u dan doet, is in de eerste plaats, ik denk dat dat heel belangrijk is, u draagt eigenlijk bij aan een heropbouw van conflictgebieden. Dus het is het goede doel in de zuiverste, meest klassieke betekenis van het woord, maar het gaat verder. Er is de academische component, door die lezingencyclus, door die uitwisseling van experten. En er is een meer, laten we zeggen, de toegepaste component, maar ook de component die voor de Leuvense studenten heel veel kan betekenen, namelijk die slachtoffers hun verhaal laten doen, die slachtoffers laten vertellen wat zij verwachten. Dat opent de blik van velen van ons en we halen daar veel uit. We begrijpen ook beter dat de oplossingen die we theoretisch bedenken, of de manieren waarop we academisch in onze kamers nadenken over heropbouw van landen, nation building, dat misschien soms wat te ver afstaat van wat er in de praktijk moet gebeuren of van wat er in de praktijk aangevoeld wordt als dit zou moeten gebeuren. Dus we geven ook een stem aan mensen die, of we proberen een stem te geven aan mensen die vooralsnog wat te weinig gehoord worden, maar over wie het wel gaat. Dus in die zin is uw steun een stem aan mensen voor mensen die net iets minder gehoord worden. Dank u wel.